Er liggen hier allemaal tijdschriften voor mijn neus. Michel Vaillant, Asterix en Obelix, Roodbaard, Kuifje, de Argonautjes. Voor alle mannen die altijd 12 zijn gebleven. Je mag pas na deze uitzending naar de winkel rennen om je er zeg maar helemaal op te storten. Maar eerst nog eventjes het goede nieuws aanhoren over het feit dat er deze week een boek is verschenen over het legendarische striptijdschrift Pep. Ger Apeldoorn is de schrijver van het boek. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt iets meegenomen om voor te lezen? Ja, ik heb zelfs iets meegenomen uit de voor Pep te lezen. Ja, dat zegt mij niet zoveel, maar ik ben heel benieuwd. Mee openen. Joris PK, eigenlijk voor mij de strip die voor mij het allerhardste binnenkwam, zeg maar. Joris PK. Joris PK van Peter de Smet. Een beetje vergeten strip. Zijn bekende strip is De Generaal. Mm-hmm. Maar Joris PK is een komische, avontuurlijke ridderstrip. Ger bladert in een enigszins vergeeld tijdschrift. Ja. Mooi. Op een mooie dag maken Joris PK en Plok een wandeling in de bossen rond de hoofdstad van Transandijvië. Vertel eens, Plok, ben je nou niet blij dat de gevaarlijke piraten dat je dat bestaan hebt opgegeven en een eerlijke burger bent geworden? Nee, ik verveel me dood. Er wordt nooit gevochten hier. Dat is onzin, er is bijna iedere maand een toernooi. Ja, maar mooi dat ik daar niet aan mee mag doen. Dat heb je aan jezelf te danken. Want die ene keer dat je wel mee mocht doen, heb je ridder Gozewijn zo hard geslagen dat ze 3 dagen nodig had om hem uit zijn harnas te krijgen. Nee, als je niet tegen een stootje kan, dan moet je ook niet aan zo'n toernooi meedoen. Er staat iemand in de bosjes en die denkt stiekem: kijk eens aan, ik geloof dat het spel kan beginnen. Hij komt uit de bosjes tevoorschijn en wankelt een beetje. Reutel, kreun, plaf, snok. Oh, dat is een overval. Mag ik hem grijpen? Mag ik hem slaan? Nee. Dat is geen overval, die man is gewoon dronken. Nee, zelfs een overval gunnen ze hier niet. Wat een land. Ik vind het mooi, jij bent van 1959 geloof ik, hè? Ja. Ja, je bent ondertussen gewoon weer terug in, ik denk, 1969 of zo qua. Je zit te glunderen en te zeggen. 1972. 72. April 1972. Pardon, nee. Wat is Pep? Want het zegt mij niet zo heel veel. Ik kijk ernaar en ik denk, ja, het rinkelt een vaag belletje, maar wie het gemist heeft, is Pep? Pep Bas. is een stripweekblad wat verscheen tussen 1962 en 1975. En wat een hele generatie jongens en ook wel een paar meisjes strips heeft leren lezen en avontuur heeft leren kennen en humor heeft bijgebracht. Ja, wat heeft het voor impact op jouw leven gehad? Voor mij was het, en dat geldt echt voor mijn hele generatie, wat ik dan de Pep-generatie noem. Het kwam 1 keer per week. Hè. Het is een weekblad en er staan vervolgstripverhalen in, ook wat komische verhalen, maar het meeste was vervolg. En daar zat je de hele week op te wachten om te kijken hoe het weer af zou lopen. En dan gauw lezen wat je het allerleukst vond. Ja. En later in de week de rest. Ja, je hebt er nu een boek over gemaakt. Een beetje een soort verzamelwerk over dat tijdschrift. Er zijn ook bekende Nederlanders achterop die dezelfde emoties met jou delen. Ik zag Harm Edens, goede vriend van jou. André van Duin ook, die ook zei van ja, maar het is altijd vechten. Want dan voor mijn moeder kwam dan de Margriet en wij hadden de Pep. Hoeveel mensen gaat dat dan? Hoeveel abonnees had dat tijdschrift in die tijd? Het blad heeft natuurlijk vrij lang bestaan. Dus dat varieerde van 300 en toen omhoog naar 500. Toen geloof ik weer naar beneden naar 200.000. Daar zou je nu 5 bladen van kunnen runnen. Maar toen vond ze het genoeg om ermee te stoppen. Maar ze hadden zelf de geïllustreerde pers, de uitgever, die had een doorrekenfactor van 2,5, geloof ik. Dus het wordt gelezen door jijzelf. 1 broer, 1 zus en 1/2 overbuurjongen. Ah, en waarom stopten ze ermee dan? Dat is een deel van het verhaal van mijn boek. Het boek beschrijft eigenlijk een soort spannend verhaal. Mensen die een blad gingen maken en hoe dat blad iedere 2 jaar opnieuw veranderde. Omdat het meegroeide met zijn generatie. Dus het blad werd eigenlijk, het begon een soort avonturenstripblad. Met veel voor jongens. Voor jonge jongens, ja. En om het gat na Donald Duck te vullen, zeg maar, hadden ze nog wat te verkopen. Maar het veranderde met terwijl die generatie, het staarteindje van de babyboomers, terwijl die ouder werden, werd het blad ook steeds ouder. En zo in de jaren 70 zie je een soort explosie van, ja, echt een soort jaren 70 gevoel. Uitbundig tekenwerk, chaotische verhalen. Alle muziek, alle cultuur van die tijd. Maar was dat dan de reden om ermee op te houden voor zo'n blad? En die generatie, uiteindelijk werden die 4-25. En toen zei ze, nou moet ik naar mijn werk. Maar dat is toch met Donald Duck ook aan de hand? Ik bedoel, dat blad gaat ook al jaren mee. En dat gaat dan van vader op zoon. Nou, Donald Duck is eigenlijk een voorbeeld van bladen zoals we ze nu maken. Alleen dat deden ze toen ook al. Namelijk, het gaat maar over 1 ding. Het is maar voor 1 leeftijd. En je krijgt wat je koopt. Het is Donald Duck staat erin en daar gaat het over. Ze hebben ook
10, 15 jaar geleden alles wat niet Donald Duck is uit de Donald Duck gehaald. En dit Pep is een soort verzamelblad van alles en nog wat. Het is een blad voor een groep mensen. Wat een van de mooie dingen is, waarom het ook zulke diepe ankers in zijn lezers geslagen heeft, is dat het er staan niet alleen dingen voor jou in, er staan ook dingen in voor jou over 2 jaar. Het is een groep en daar zit jij in en er zitten nog een paar mensen in. En jij begint misschien als de jongste van die groep. En dan staat er een strip. Een educatief element of zo? Ja, cultureel educatief. Oh. Er zijn strips, ik noem een Corto Maltese, wat een gevierde strip in Europa is. Die je dus ook niet kent. Nee, ik zie stoom uit je oren komen nee, nu. Maar helemaal niet. Nee. Maar Corto Maltese is een hele gevierde avonturenstrip. Waar ze in Frankrijk en Italië heel trots op zijn. En die begon in Pep en was zwart-wit en slecht getekend. En niemand vond er wat aan, behalve de alleroudste. En langzaam, want zo'n blad ligt een week bij jou in de huiskamer. Dan ga je toch lezen. En jee, wat is dit een goede strip. En je gaat die strip geweldig vinden. En die strip alle delen tot. Ondanks dat je misschien in eerste instantie er helemaal niet in geïnteresseerd helemaal niet was. Ja. En tot diep in de jaren 80 zijn alle delen van die strips gewoon als album in Nederland uitgekomen. Maar jij zegt ook, en dat vond ik wel interessant, dat het ook wel een beetje een sign of the times is. Dat het nu natuurlijk helemaal niet meer is, omdat alles zo gespecialiseerd is. En dat ook qua radio kan je zeggen van, ik hou heel erg van folk uit Texas. En ik heb daar een station voor. Ja, ik van linkshandige maar gitaristen. Ja, nee, daar is een aparte zender voor tegenwoordig. Nee, ja, dat dus dat was ook een voordeel van het blad. Er stond alles in en je leerde ook dingen kennen die je misschien in eerste instantie niet zo. Nou, ben jij ook scenario schrijver voor televisie? Ja. Series. Is dat daar ook door gekomen? Dat je denkt van daar heb ik een soort van, is het die inspiratie? Mijn hele leven is beïnvloed door alles wat ik tussen mijn 12e en mijn 18e heb gedaan. En dat is inderdaad de Pep en wat ik nu net voorlas, Joris PK. Ze zeiden, zoek een voorbeeld. En het slappe gelul van Joris PK en de generaal en een aantal strips, Olivier Blunder. Er stond een sketchachtige strip in. Er zit zoveel slap gelul in. En eigenlijk heb ik mijn hele leven ook inderdaad niks aan met die comedy die ik samen met Harm Edens maakte, dat was gewoon alleen maar overal net zo lang over doorzeiken. Tot nou is het vandaag dus Free Comic Book Day. Ik wist het niet, maar ja. dat is vandaag aan de hand. En jij hebt 2 exemplaren meegenomen van het grote overzichtswerk, ja. De Jaren Pep, zo heet het boek. Het is echt te gek. Ja, wat ik zeg, ik ben misschien net iets een fractie te jong daarvoor, maar ik kan me voorstellen dat er nu mensen aan de radio zitten en die denken, oh ja, dat wil ik hebben. Ja, we hebben ook een Facebookpagina en die heet ook De Jaren Pep. En dan zie je ook dat mensen ook gewoon echt inderdaad van, oh wauw, daar had ik zo lang niet meer aan. En mensen realiseren zich dan hoe belangrijk het voor zich was. Want dat is mijn serieuze verhaal, is dat we hebben het er bijna niet meer over. Strips zien we nu als van, oh, daar is Donald Duck, zus, Kriske. Het is bekend wat dat is. Maar voor een hele grote groep mannen van mijn leeftijd, en misschien iets ouder, maar ook jonger, want dan las je het bij je oom op zolder, was het iets heel erg belangrijks. En dat komt er nu uit. Als je denkt van ik wil daar wel zo'n exemplaar van hebben, stuur ons even een mail. cappuccino@ncrv.nl. Cappuccino, je weet het, met dubbel P en dubbel C. Ger, De Jaren Pep, dankjewel. Ja, oké.